Hey, ik ben Leroy. Jullie hebben net het een en ander geleerd over het maken van content en de Instagram app. En ik ga jullie nu nog iets meer tips geven over meer vindbaarheid en zichtbaarheid op Instagram. De eerste tip die ik voor jullie heb gaat vooral over zichtbaarheid. Tip is namelijk om je volledige salonnaam en de plaatsnaam waar je salon zit in de naam van je profiel te zetten. Dus niet in je gebruikersnaam, maar echt de naam van je profiel. Instagram telt het eigenlijk als een soort zoekwoorden in de app. Dus dit zorgt ervoor dat je nog makkelijker zichtbaar bent op Instagram voor mensen die zoeken naar een nieuw salon. De tweede tip die ik voor jullie heb gaat vooral over de duidelijkheid van je profiel. Het is namelijk heel belangrijk om aan je profiel een brand of business categorie toe te voegen. Dus dit wil voor Kinky vooral zeggen hair salon. Dit kan je heel makkelijk vinden in het Edit Your Profile. Op deze manier wordt het voor iedereen duidelijk op wat voor soort pagina ze zijn beland. De volgende tip is om een hele duidelijke en scherpe profielfoto te hebben. Ik zie af en toe nog bij de verschillende Kinky pagina's dat nog niet iedereen het Kinky logo duidelijk en scherp in beeld heeft. En omdat we dit bij Kinky toch wat meer eenheid in willen brengen, kunnen jullie contact opnemen met Paul. En dan zorgen we dat je een scherp logo krijgt aangeleverd. De volgende tip gaat ook weer over vindbaarheid. Zorg dat je al je contactgegevens van je salon ook in Instagram invoert. Je kan er zelf voor kiezen of dat je je mailadres wil, telefoonnummer, maar vooral ook je straatnaam is heel belangrijk voor de vindbaarheid en zichtbaarheid van je salon. De volgende tips gaan vooral over de zichtbaarheid van je content. De eerste tip is om je Instagram Reels en je TikToks allebei apart te posten. Binnen Kinky is het nog niet super gebruikelijk om TikTok te gebruiken, maar ik zie wel een aantal salons en kappers die ermee bezig zijn. Wanneer je een video van TikTok downloadt en vervolgens op Instagram post, staat er altijd een logootje in. Andersom is dat ook. Instagram kan het niet zo erg waarderen wanneer er een logootje van een ander social media platform in staat. Dus op die manier wordt je reel minder zichtbaar. En daarnaast ziet het er natuurlijk ook gewoon een stuk cleaner uit. Mijn volgende tip gaat vooral over de lengte van je reels. Het algoritme verandert natuurlijk best wel vaak. En wat ik nu op dit moment zie is dat korte reels van ongeveer 8 tot 10 seconden het beste scoren op Instagram. Mocht je nu denken, wat moet er dan 8 of 10 seconden duren? Dat is natuurlijk best kort. Denk aan filmpjes zoals een mooie blending maken, een mooie kleur uitwassen of bijvoorbeeld alleen het eindresultaat. Dit soort korte filmpjes scoren heel goed. Omdat het algoritme best wel vaak verandert, zou ik jullie aanraden om het creators profiel van Instagram te volgen. Dit is @creators en hier worden heel vaak tips en tricks gedeeld of nieuwe features op Instagram, maar ook dingetjes om het algoritme een beetje te hacken. Dus als je dit een beetje in de gaten houdt, dan kan je zorgen dat je altijd up-to-date bent en dat jouw content dus hoog blijft scoren. Er is wel een kleine uitzondering op de 10 seconden regel, namelijk dat wanneer het behind the scenes of procesfilmpjes zijn, het wel gewaardeerd wordt als deze filmpjes wat langer zijn. Op de een of andere manier blijft het publiek hier toch iets langer plakken. Dus denk aan bijvoorbeeld het hele proces van bijvoorbeeld een kapsel of de sfeer in de salon of een dagje in de salon. Voor dit soort content maakt het dus niet uit als het wat langer duurt. Het laatste wat ik dan nog even wil benoemen is hoe je nou gefeatured wordt op de Kinky main pagina. Ik beheer natuurlijk die pagina en waar ik vooral op let is dat de foto altijd scherp is. Als het geen scherpe foto is, dan repost ik hem niet. Daarnaast zijn kleine dingetjes zoals belichting en dat soort dingen zijn ook wel belangrijk, maar zorg vooral dat je foto scherp is. Wil je nou getagd worden, zorg dan dat je altijd @kinkykappers tagt in zowel je stories als je posts. Want ik zie heel vaak toffe stories voorbij komen, maar dan ben ik niet getagd en kan ik het dus ook niet reposten. En op deze manier zorgen we er met z'n allen voor dat er ook voor de mainpagina gewoon toffe content is en dat elke salon ook wordt benoemd. Wat ik als laatste nog even wil benoemen is dat het heel belangrijk is dat je kapsel mooi is afgesteld. Hou even een borstel of een föhn door de punten heen, zorg dat de kleur er mooi uitziet. En natuurlijk dat je belichting ook mooi naar voren komt als je de kapsel op de foto zet. Dit waren al mijn tips. Er valt natuurlijk nog veel meer te weten, maar ik hoop dat jullie op deze manier in ieder geval gemotiveerd aan de slag kunnen. En nu verwacht ik natuurlijk onwijs vette content.